whatever they have on me, it's all bullshit. Okay. And I'm sick of getting harassed. All the more reason for a purge. Oké, okay, ik ga even wachten tot dat voorbij is en daarna ga ik gewoon de intro doen. We put this playlist together to set the mood. Hope you like it. Oké, fuck. Zo, ja. Yo mensen, mijn naam is Kian en welkom terug bij een nieuwe video op mijn kanaal. Vandaag speel ik gewoon een oud spel. Eigenlijk een oud, ik weet niet hoe lang geleden dat gemaakt is. Maar ik heb daar echt al een jaar of zo in staan. Of een paar maanden, ik weet niet meer. En het leek me gewoon leuk om nog iets te gaan spelen. Zo. Ik moet hem zo te zien aan taseren. Oké, okay, we gaan naar hem rustig toe. En dat doen we zo. En dan pakken we zijn dingies op. Kunnen we hem van de vier raken met de ding? Nee. Even zijn geld te pakken. €50. Kan ik hem daar zo kunnen raken? Oké, okay, fuck. Oké. Okay. En nu gaan we in actie. Hey, you catch that? Hey, I see him! There! Ik ben slecht! En ik ben scheef! Oké, okay, jongens. Missie geslaagd. Oké, okay, maar ik heb er echt al lang niet meer gespeeld. Dus ik snap het ook echt niet meer hoe ik moet. Echt veel gewoner weer worden. Zo, ja. Oké, okay, kunnen we het lekker weer opnieuw doen? Ja, tuurlijk. Hop. Oké. Okay. Nu even zo. Daarna even zo doen. Kan ik zijn geld meenemen? Tuurlijk man. Die heeft wel wat geld mee hoor. Oké. Okay. Oh, het is nog maar ook gelukt ook. Die heb ik gemaakt van shit bro. Hé, hey, kom eens, dan ga ik je lekker vermoorden. Oké. Oké, okay. Okay. Mission. Oké. Okay. Oké, okay. Oh, dat is geld. Ah, hoe ah ja, ik ken dit nog hoor. Echt wel, dat muziek ook, hè. Ontgrendelen. Ga maar open. Oké. You're wasting your time. Je speelt dit. He's not in. Hij is niet, nog niet binnen. Nog niet. Nog niet. Gotcha. So that's him. Ja, dat is Marcus. Is that a problem? Well, problems are why you keep me around, right? Time. Oké. Okay. I'm curious. Too late. He's in. Already? Don't say I don't know. I have no idea. No symptoms either. Give me a real answer. I'm just not that into alien video games. Ja, ik weet wat je wil gaan doen. Oh, come on. Touwspel wordt het. Oh god, oh god. Ik zie het touwspel. We hebben een goede jojo bij ons. Home domain awareness hacker? That retro? Yes. We told
told you that already? Yeah, I never listen. Wat gebeurt als ik met die camera iets ga doen? Kun je iets met camera? Ik weet dat we iets met camera's moeten doen, maar we kunnen daar niet binnen gaan. Dus. Ja, ik weet dat we zo'n sleutel nodig hebben. Zullen maar eerst moet ik kijken voor de camera's. En oh ja, het school is bijna voorbij, dus dat is goed. Lekker wat game tijd. Ja, ik weet hoe je moet hacken, Nero. Dat weet ik wel nog. Oké, waar is een andere camera? Zie, daar is nog een camera. Hopla, camera. Oh ja, wacht. Hij heeft de dingen. Zo, we moeten volgens mij terug naar die camera. En daarna... Ja, hier. Nu hebben we de sleutel. Tot toegang. Dat ding gaat even open. En nu weer toe. Ja, oké. Wist je profiel, ja. Wat denk je dat ik wil gaan doen? So what's his deal? He was raised in Oakland, but was born in... Oké, we weten onze geboorteplaats. He's been hanging around the DedSec IRC, and he's got cred. We weten waar we geboren zijn, jongens. On the hardest difficulty. Nobody's been able to delete their CTOS profile before. I want to see if he's smart, stubborn, or both. Wacht even. Ah, fuck, iemand heeft mij ook nog kunnen zien door. Oké, fuck. Wat kan ik nu nog doen? Oké, ik moet gewoon naar boven gaan en dan alles gaan oplossen. Oké, ik moet alles gaan uitleggen tegen die politieagenten. Oké, dat is niet waar. Ze willen mij dood hebben. Ja, lekker. Lekker. Yes, ik ben dood. Hey, zien jullie mij in het beeld? Oké, dat weet ik niet. Oké, ik ben echt slecht hierin. Oké, we gaan dit even snel doen. We gaan dit proberen snel te doen. He was raised in Oakland, but was born in... His deal is, he's been hanging around the DedSec IRC, and he's got cred. Figured we'd give him a test. Ja, oh, fuck, hè. Die zijn ook gewoon meteen weer al gezien. Nobody's been able to delete their CTOS profile before. I want to see if he's smart, stubborn, or both. Slim of koppig. We zullen zien. Zullen we stom gaan doen of? Of zullen we een echte hacker gaan doen? Gaan zijn. Hackeren. Hackersjes. Hackers. Hackers for life. Oké, weet je? We zullen zo gaan doen, hè? Weet je, ik haat jullie. Ik haat jullie, police. Oké. Nee! Nee! Missie mislukt. Alweer, waarom ben ik opeens zo slecht geworden in het spel? Nee, letterlijk, het eerste level vond ik ook gewoon meteen het moeilijkste level. Dat zijn heel moeilijke levels, hoor. Ik zweer het je. Maar het laatste level, dat wil ik wel eens weten. Ik was echt al eens ver geraakt. Ik was echt al eens heel ver geraakt. Weet je wat ik pas echt wil? Ik wil waarmee ik echt gewoon lol kan doen. His deal is, he's been hanging around the DedSec IRC and he's got cred. Figured we'd give him a test drive. On the hardest difficulty, nobody's been able to delete their CTOS profile before. I want to see if he's smart, stubborn, or both. Oké, waar jongens, waar zijn die anderen? Hallo, zijn jullie daar? Leven jullie? Nee. Oké, ik wil elk gewoon die stuk voor stuk uitschakelen natuurlijk. Maar ik ga die guy eerst uitschakelen. Want hij kan ons nog gaan fucking verraden. Oké.
Oké. Elimineer hem. Oké. Ga maar lekker. Ga maar slapen. Slaap maar zacht. En word nooit meer wakker. Wacht eens. Stalkt mensen op social media. Stalkertje. Oké. Elimineren! Yeah. Zo doen we dat. Oké. Missie gefaald. Oké. Dit is niet wat we wouden. Dit is helemaal niet wat we wouden. CTOS tagged him as a prime suspect in a high-tech burglary, so... He's done time? Community service. Not enough evidence. Just the word of CTOS's predictive algorithms. Once in the system? Always in the system. The fuck did the guy? Okay. Okay, we gaan gewoon lekker elimineren. Hey, bedankt voor jullie money, hè? Ik heb ook gewoon bijna... Oh ja, weet je wat ik ga doen? Ik wil gewoon een zeilboot krijgen. En ik wil betere dingen. Oké, ik ga gewoon helemaal naar boven sprinten. Ik wil dit gewoon makkelijk hebben. Ik wil het niet stom hebben. Zo, ja. Daar ergens hoort toch een loddertje voor mij te staan. Oké. Ontsnap. Ja, ik wil ook ontsnappen. En ik ga lekker zo hier omhoog klimmen. En daarna gaan we ons hier een beetje verstoppen. Maar eerst gaan we kijken hoe diep het zit. Want we hebben een plan namelijk. Want we He's willen niet in, in een hete zone. It's at least 120 degrees in there. 45 graden! Ja, ik zie hem al lekker zweten. Zien jullie hem ook zweten? He's going a mile. Jongen, kijk eens wat Marcus allemaal doet, jongen. Hij kan makkelijk naar beneden flikkeren en zijn, zijn nek breken. Respect, Fortnite respect. Door. Oh. Ik kan ook echt niet van mijn gsm op blijven, hè. Of van PS4. Ah. Ja, spring lekker naar beneden, joh. Nobody's gotten that far. This is like the secret cow level. Respect, jong. Ik moest je in je borst trappen. Oh nee, hè. Hoe doe je dit dan? Hoe dan? Hoe? Hoe doe je dit? Wacht eens. Oh nee, hè. Weer zo'n spel. Deze dingen ken ik er nog. Maar dit is wel wat gemakkelijker. En nu gaan we ons profiel verwijderen. Zo. Dus. Anakin, wat moet jij? What the fuck? Why is my threat so high? Wijzig? We zitten allemaal in de pot. Ik alleen. Waarom? Oké, okay, alsjeblieft dit weg. Dit is mijn matras. Invite hem. Nee. Jawel. Oké dan, domme. Ja, alles wissen. Oké, we zijn iemand, maar we zijn... Ja. Oké. Inzet de beroep artiest. Okay.
Drugscourier. Game recent. Naaktmodel bevestigen. Bevestigen. Nee, hij wordt nu gezocht. Ik heb ervoor gezorgd dat hij gezocht wordt. Anakin, stop! Fucking Anakin! Grapjes met Anakin. Dag aan meneer. Ja, jongens, horen jullie dat geluid? Ook er komt een atoombom. Atoombommen. Doe even lekker zo. Ah nee, die guys alweer. Zij zijn geen leuke mensen. We haten hun. Oh, nog lager, dan meent jij niet. Ah, ga daar dan over. Oh nee. Er is freaking sterk in gevraagd. Ongewenst. Come on. Elimineren. Okay. Hold it right there. Help him. Where the fuck am I going? Josh. Okay. Ja, tuurlijk. Even middelvingeren. Fuck you, Bloom. In 2013, Chicago realized the promise of smart cities with CTOS, a citywide operating system merging big data with surveillance, security, and transit programs. With a few hundred lines of code, hackers were able to hijack its central servers and cripple the entire grid. Many believed the attack would be a killing blow for smart city development. They were wrong. Coordinated from the heart of Silicon Valley, CTOS 2.0 has been implemented across the United States, ushering in the Internet of Things. 6.4 billion connected devices now serve as collection points, mapping and recording our daily routines, making a more secure and more invasive system. But who else is listening? Big Brother no longer works alone. Thousands of little brothers monitor and aggregate your every move. Building a complete digital profile of you to be bought, sold, or stolen in an instant. Toys study your children, reporting their play habits back to marketers. Appliances, consoles, and home security systems give corporations a window into your private life. Control of your vehicle and mobile device can now be breached remotely by anyone at any time. You may think that you are immune or underestimate the risk, but your digital shadow is already compromised. Insurance companies use algorithms to monitor your life habits and limit or deny coverage. Health providers determine if your cancer is worth treating. Search results and news feeds are skewed to bias mood and influence your vote, engineering social uprisings on a massive scale. You are now less valuable than the data you produce. This is the new reality. Going dark is no longer an option. With threats to personal freedom rising, many are stepping forward. Whistleblowers, activists, and hackers have drawn their battle lines, putting the establishment on watch. But are they threats themselves, or have they become freedom's last line of defense? Freedom's last line of defense. Ja, de worm is zeker zo, hè? Zo. Nu zit je gewoon niet dit te doen met een vloer. Mag ik meedoen? Tuurlijk! Ah, ik ben er toch nog. Jongens, ik ben levend eraf kunnen komen. Was het duur? En ik doe niet retarded. Duurt de dag? Mag ik meedoen? I was a
Ja, hè, ze? Maar ik meedoen met jullie een soort gang bij hekken. Yo, your hot sauce? Yo, man, I loved your frat house hat. Real talk. Thanks. This weirdo's ranch. The needs of the many. And this Casanova is Horatio. What's up, brother? Ja, twee niggers bij elkaar. Took y'all long enough to come get me. Shit. You saw Bloom. Okay. TOS isn't just regulating infrastructure. The amount of personal data that he's collecting is fucking mind-blowing. Yeah. The big brother and little brother all rolled up into one. Huh? Sees everything you do and tells on you. Oké, okay, nu zijn we squad van 5. Oké, we zijn dus in squad. Sledgehammers on fire. All that data in one place means they can reject your fucking application before you click on it. Congratulations, you have been pre-rejected for our credit card. Or your house, or your insurance. That's not even the worst case scenario. All that data in the hands of the government? They'll arrest you for shit before you even do it. Yeah, I've been there. Now I fucking know why. Man, fuck it! Fuck it, man. We're hackers. We outthink, we out there. I say we tear down the fucking wall. Hey, show everyone what Bloom's up to, man. Show the world that their personal data is being used to rob them of their fucking freedoms. I installed a back door, so all we gotta do is walk right through. Hold on. What? He installed a back door, so all we have to do is walk through. Bingo. What? Hey, man. Did you have the time? Oh, yeah, man. I got it. It's kind of late for a night run, isn't it? Hey, what are you running from the cops? Maybe I am one. Hey, you look familiar. Have a good party. This motherfucker. Fuck you, Bloom. I'm gonna go have a goddamn good time. You're looking! I'm not kidding. Zij mislukt de aap. Ik zag het letterlijk in mijn beeldtafel bijkomen, hè. Replay, nope. Ubisoft presenteert. Whose phone is this? It's your new phone. Where's my phone? In the ocean, where you threw it, I think. I don't remember. I was pretty smashed. Look, meet us at the hackerspace. Where? Check your pics and figure it out. Ja, ik hoor het muziek ook nog, hè. Maar ik hoor muziek. Wie is er daar zitten? What the fuck doet dat wijf daar?